Goedenavond, het is weekend. Ik heb een lekker kopje koffie. De werkweek zit er weer op. Het is vrijdagavond. En kijk buiten. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is zo mistig als de pest. En ik ging met diezelfde mist vanochtend de deur uit. En ik zeg net tegen, ik was natuurlijk net even bij mijn ouders. En ik zeg net tegen ze van nou, ze hadden vandaag de zon beloofd, maar... Was er niet helemaal van gekomen. Nou zeggen ze, we hebben een paar uur gefietst vanmiddag in de zon. Ik zeg, hè? Dus nou, blijkt dus dat er vanochtend toen ik naar mijn werk ging, was het mistig. Intussen, toen ik aan het werk was, heeft de zon heel gezellig leuk geschenen. En nu ik weer vrij ben, is het weer mistig. En morgen wordt het ook al niet al te best weer. Dus nou ja, zondag dan maar. Wat staat er op de planning deze week, of deze week, dit weekend. Nou had ik jullie vanochtend, ja voor mij vanochtend, voor jullie in de afgelopen weekend, nee, ik ben er even uit geweest, hè, dat merk je. In de afgelopen weekvlog, die ben ik geëindigd met dat ik vanavond iets heel leuks ga doen. Maar dat jullie naar deze vlog moesten kijken om te weten wat. Dus dat ga ik jullie niet vertellen. Ik ga vanavond lekker dansen. Eén keer in de zoveel tijd gaan we dan in, dat is in Leiden bij een dansschool. Die hebben op vrijdagavond altijd een soort van open inlopen avonden. En daar gaan we gezellig met een paar van de dansschool naartoe. Van mijn klas. Dus dat is hartstikke leuk, daar heb ik helemaal zin in. Morgen ga ik met Laura en Roy weer op stap om dingen voor de bruiloft te organiseren. En voor de rest heb ik nog geen plannen dit weekend. Zondag wordt het dus wel mooi weer. Dus zondag staat er een fietstocht op het programma. Daar heb ik wel echt zin in. Want ik ben woensdag ook nog wel eventjes met mijn fiets toch op uit geweest. Maar was toch niet echt lekker. Toen begon het weer te miseren te doen. Nee. In ieder geval, het weekend is begonnen. Zo, jullie kunnen me net nog zien, want ik heb even de deur open gedaan, zodat het lampje open gaat. Ik sta bij Goel voor de deur. Die ga ik nu ophalen en dan gaan we richting de dansschool in Leiden. Dus dan zie ik jullie daar weer. We zijn er, maar je verstaat er niks van. Kijk, mooi. Zelf gedaan, maar dat is wel te zien. Oh, vanochtend om 7:30 werd de glasbak geleegd voor de deur. Zucht. Want zo vroeg was ik niet thuis. Nou, zo laat ook weer niet. Ik lag om 2:00 in bed of zo. Dus dat viel allemaal wel mee. Maar toch, dan is 7:30 best vroeg. Dus het is nu inmiddels 8:30. Over 8:30 eigenlijk al. En ik ben even aan het ontbijten en dan ga ik me straks aankleden en doen. En dan ga ik even met Laura en Roy op stap. En dan ga ik vanmiddag even lekker de weekvlog editen. Ik heb gisteren wel wat beelden gemaakt, maar het was natuurlijk gewoon veel te veel herrie. Of veel te veel herrie. De muziek staat er zo hard dat je helemaal niks kan horen. Niet zo slim. Maar goed, ik heb Rob en... Angela even gefilmd. En ik heb zelf ook nog wel gedanst. Maar ja, dan je camera erbij pakken, is dat vergeet ik dan weer. Tenminste, zelf filmen lukt sowieso niet. En dan vergeet ik het aan iemand anders te vragen. Maar goed, we hebben in ieder geval een super gezellige avond gehad. Het was echt heel erg leuk. Dus we gaan binnenkort nog een keer. Zo gezellig was het. En nu ga ik even wat aan dit hoofd doen, denk ik. Dat is wel een goed idee. Zo, dat ziet er weer iets beter uit. Alhoewel ik van die lippenstift niet helemaal zeker ben. Dat ga ik straks nog even fixen, want... Ja, nou heb ik ook een koortslip. Dat maakt het niet beter, maar het ziet er niet echt uit. Net zoals het weer.
Nee. Nou, morgen gaat, als het goed is, echt de zon schijnen, jongens. Zou het? Kijk nou. Van papa en mama gekregen. Zo leuk. En ik hou ook wel paarse tulpen. Vind ik mooi. Vind ik echt heel gaaf. Dus, een beetje lente in huis. Dat is wel nodig ook. Oh, en dat had ik volgens mij nog niet laten zien. Ik heb een nieuwe stofzuiger gekocht. Janneke gaf me de tip om er een review video van te maken. Maar ik weet nog niet zo goed hoe ik dat moet aanpakken. Ja, de meeste die hem gebruikt is mijn moeder als ze hier kon stofzuigen. Nou kan ik het zelf ook wel een beetje. Maar mooi ding toch? Gespaard bij de... Bij de Hoogvliet. Ik heb zegeltjes gespaard en daar heb ik hem van gekocht. Tenminste, moet je wel wat bijbetalen. Maar ik vind dat Hoogvliet altijd wel leuke spaaracties heeft in die zin. Dus nou, ook weer blij mee. Zo, ik ben weer thuis. Zit mijn make-up nou over? Ja, kijk nou. Oh, wat erg. Nou, ik ga het zo er wel even afhalen. Weer thuis. We zijn even naar, een fotolocatie wezen kijken voor de bruiloft. Dus dat was echt heel erg leuk. En mijn zus zei nog, ja, waarom heb je de camera niet meegenomen? Ik zeg, ja, dat is toch niet leuk? Dan weet iedereen al waar je foto's gaat maken. Kijken ook mensen die ons persoonlijk kennen hiernaar. Dus dat leek me niet leuk. Ja, daar had ze dan achteraf, was het daar wel mee eens. Dus nou, blij dat ik het niet gedaan heb. Ik weet niet wat ik allemaal heb, maar sinds ik wat gezonder probeer te eten, is mijn gezicht het er niet helemaal mee eens. Maar ja, wat doe je eraan? Ik heb geen zin om me op te maken. Gisteravond wel gedaan en nu had ik ook een poging gewacht, maar die is niet helemaal gelukt. Ach, ach. Ik zou de vlog gaan editen, maar... Ik ben er nog niet aan begonnen. Nee, ga ik straks wel doen. Maar ik zit nu te kleuren. Toch weer digitaal. En Videoland te kijken. Heerlijk. Zaterdagavond. Ik ben echt toe aan een beetje warmer weer. What's up? Oh, en mijn zus app. Dus daar ga ik even naar kijken. Check hoe het weer is. Maar het is wel lekker, maar nog niet zo zonnig als ik had gehoopt. Dus misschien komt dat straks nog. Maar het ziet er veelbelovend uit in ieder geval. Kleine bootjes. Ik ga het jullie even laten zien. Kijk nou hoe schattig. Zo mooi. Kijk, en er zitten allemaal mensen langs de kant die besturen die bootjes. Ik vind het zo leuk. Is toch gaaf? Ik ben trouwens wel benieuwd wat jullie van die fietsbeelden hebben gezien. Want jullie hebben hier in mijn, kan dat zien? Ja, in mijn mandje gezeten. Ik moet hier nog steeds wat op monteren. Maar goed, misschien hebben jullie wel wat kunnen zien. En zo niet, haal ik het er misschien ook wel uit. Zie je jezelf? Ik kan het door de zon niet zien, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus laat maar. Nou, toen ging ik op de mama even fietsen. Toen ben ik even meegegaan. Hi. Ja, kan je je zien? Nee, ik geloof het niet eens. Papa had net al geprobeerd te filmen. Maar ik weet niet of dat gelukt is. Maar dat hebben jullie hier verrast. Mama is nog even naar de Mercedes toe. Deze thee hebben we op mijn werk. Komt u maar hoor. Alleen daar hebben ze geen farma. Maar deze hebben we. Deze. De gewone. En de, deze. Kijken. Hé, Bianc. Stukje fietsen en dan tijd voor een...
Oké, okay. Geniet daarvan. Zo, nou dat was wel echt een lekker fietstochtje zeg. Ruim 2 uur onderweg geweest samen met Pama. Ja, het lukte me toch niet om hem te monteren op dat stangetje. Ik heb het van mijn vader gevraagd. We gaan samen even kijken naar een oplossing. Mijn papa heeft onderweg wel mij zo achterover zeg maar gefilmd, maar ik heb geen idee of dat goed gekomen is. Als het goed gekomen is, hebben jullie het al gezien, maar ik weet niet hoe die beelden zijn geworden nog. Nou, inmiddels alweer een poosje thuis. Ik heb al lekker gegeten. En vanavond weer de mol. Heel veel zin in. En tot die tijd ga ik een beetje aanklooien, filmpjes kijken, even afwassen, dat soort dingen. En dan wachten op de mol. Zo, goedenavond. En toen was het alweer maandag. Oh, wat suf. Ben gisteren vergeten af te sluiten. En dat kwam omdat ik zat natuurlijk te wachten op de aflevering van Wie is de Mol. En dat duurde, of niet Wie is de Mol, de Mol, zoals het in België heet. En dat duurde en dat duurde en dat duurde. En uiteindelijk pas om 22:30 of zo, 22:30 kwam die online. Dus ik dacht, ga ik morgen kijken of ga ik een klein stukje kijken. Ja, toen werd het zo spannend en leuk. Niezen jongens, wacht. Toen werd het zo spannend en leuk dat ik hem toch maar helemaal heb afgekeken. Maar ik moest daarna ook nog mijn brood maken en zo. Dus toen ben ik het gewoon vergeten, want ik ben daarna natuurlijk gelijk naar bed gegaan. Maar goed, wat ik van de mol vind, dat zie je in de volgende vlog. Dus de weekvlog, want daar ga ik hem straks mee openen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze weekendvlog. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Want we gaan alweer richting de 250. Daar ben ik echt heel blij mee. Duurt nog wel even voor, toch? En dan zie ik je in de volgende vlog of video. Doei doei!